lieve vloggen. Natuurlijk. En waarom ga je nou vloggen, Wil? Nou, omdat natuurlijk mijn kindertjes hier zo raken. Hé, hey, doet die raam eens even open, want... Hey. Open, Den. Hallo. Kijk. Daar zie ik een Dennis. En een Jill. En een Esme. En mijn zoon Raymond. En natuurlijk Patricia. Nou, die gaan lekker de hond uitlaten in Rokanje. En leuk dat ze even langs. Oh ja, ze moesten allemaal pissen. Woe! Later! Daar gaan ze hoor. Hoppa! Knopjes! En wat nou, de terras zou ik nog even doen. Ja, dat valt ook wel op, hè? Zo. Gaan we even nog op het pad, maar dan is het klaar. Dan gaan we helemaal de boesboes in. Ja, deze meneer is van de krant, dus je weet maar nooit. Ja, je weet maar nooit. Gaat hij hoor. Komt hij hoor. Kijk uit. Vast houden. Oh. Hey. Joehoe. Ja. Ja. We hebben het net gehaald. Vorige week lagen we daar te zwemmen met z'n allen. Dat was wat. God. Er komt tijd om ook zwemvestjes aan gaan doen. Kijk, wat we hier willen. Hier willen we oeverzwaluwen in krijgen. In die gaten. Er zit speciale klei in, het Limburg, want anders is het te hard. Maar we hebben ze nog niet. We dachten dat we ze hadden, maar dat zijn drie muizengaten. Ja. Daar zit wel een vogel in, maar die is vandaag op jacht. Onze torenvalk is dat. Oh. Een gewone wilde torenvalk, die zat er binnen een week in. En die leeft hier in. Helemaal achterin. Helemaal achterin zou je ja, dat kost €525. Maar ik geef korting vandaag. Oh, man. Gratis. Ik geef hetzelfde bedrag aan korting. Dus ja. Hey, doeg! Dan gaan we allemaal goed vasthouden, hè? Ja! Ja. Jawel, zie ik in één keer in Historyland. En ja, dat blijft zo mooi. En Arie van der Band, die heeft zoveel dingen nog te willen doen. En die gaat ook gewoon gebeuren. En we wachten in spanning af wat er allemaal nog bij komt. Er komt nog een treintje bij. Deze is er pas bijgekomen. Zo. Hoi. Een mooie tank waar iedereen jong en oud mag inklauteren. Die privileges hebben ze. Machtig mooi. Mooi hè. Historyland. En wat gaat er nog veel gebeuren zeg. In dit prachtige mooie. In deze prachtige mooie omgeving. Wauw. Arie van den Ban is nog heel veel. Nee, is. Er gaat toch gewoon heel veel gebeuren. En wat Arie in zijn hoofd heeft. En het is haalbaar. Dan gebeurt dat gewoon. Mooi hoor. Kijk eens aan zeg. Hey. In Historyland. Binnenkort. Kunnen de kindertjes zelfs in een treintje gaan zitten. En dan worden ze zo rondgereden over een stuk van dat prachtige mooie park. Nu staat het allemaal nog hier. Maar straks in het park. Arie, Arie, je bent goed bezig jongen. Oh, meneer van der Ban, u bent goed bezig. Later. Ik ben blij dat ik zomaar even onaangekondigd weer in dit prachtige mooie park, Historyland, ben geweest. Nog een mooie rondleiding gehad van Arie zelf. Altijd leuk en prettig om te horen. Die man die kan gewoon geweldig goed vertellen
En altijd met een leuke grap erbij. Dus het is nooit eentonig. En super, Arie. Echt waar. Ik kom graag hier. En ik hoop dat de mensen die op mijn vlog kijken, op mijn YouTube kanaaltje, dat ik die ook kan stimuleren. Kom eens naar Historyland. Het is echt de moeite waard. En of het nou slecht weer is, oké, liever niet. Maar goed, of het nou slecht weer is, of zoals nu, een zonnetje. Het is en blijft zowel binnen als buiten super mooi. Kom hoor jongens, het is echt de moeite waard. Later. Wij zitten lekker gewoon in de kamer bij een bak soep en horen we een enorme dreun. Dus iedereen gelijk naar buiten van, wow, wat is er aan de hand? Oorlog? Nee hoor, het is gewoon enorme speakers hier zo in een auto. En we willen het natuurlijk ook wel even, kijk, even horen nog een keertje en voelen. Is een deur. Kijk eens, wow man! Dit is... Sander, daar staat de krant erbij, dan moet je het aanzetten ook. Ja. Dit is een brokkie techniek zeg, wow. Sander, hoe heet die? Sander. Sander, we houden hem gewoon bij Sander. Je gaat nu zo meteen even een demonstratie horen en laten zien. Dan gaat iedereen komen weer naar buiten toe, hoor. Let op. Later. Helemaal vol. Kijk. Dit is echt vet, jongens. Nou, dat gaan we echt onze nieuwsgierigheid. Ik heb het er net al even gevoeld en getrild. Of dat er een soort van oorlog ging uitkeringen. Maar nou gaan we hem zo weer wekken. Nou, let op. Sander die gaat even een demonstratie geven. Ik denk dat mijn oogbollen er dadelijk uitvallen. Knallen met die muziek. Knallen, knallen. Knallen, 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 knallen. Willy. Hey. Duurt lang. Duurt lang. Wow, man. Waanzinnig. En mijn gebit zit er nog in, jongens, dus dat is mooi. Wow, later. Joehoe. Voor hetzelfde geld had hij... Zo gegaan, hè? Later. Zo, wat was dat gaaf, zeg ik net om te zien. Met een enorme percentage geluid wat die jongen in zijn auto heeft. Puur voor demonstratie, hoor, want dat kan je echt zelf nooit doen. Zo, daar ben ik weer. Dus dat was echt heel gaaf. En deed de geluidsbarrière behoorlijk doorbreken in het wijkje waar ik woont, de put. Want er kwamen diverse mensen naar buiten toe. En het was heel, ook nog even heel tricky. Iemand, dat is dan even wat minder met een hartprobleem. Zelfs die had een reactie erop. Ja, dat had niemand dus eigenlijk aan willen geloven. Dat was ook niet de bedoeling, maar het is gelukkig goed afgelopen. Nou, dat was een hele mooie ervaring. Jullie gaan het op de vlog zien. Later. Nou, verder loop ik onderweg met mijn twee lieve hondjes. Kiva. Kiva. En Binky. Onderweg naar huis. Even de beentjes gestrekt en dan dadelijk aan de koffie en dan zometeen denk ik wel dat we een eindvlogje aan het gaan maken. Dat wordt al een beetje donker. Ziet er toch nog een mooi blauw uit. En
Ja, dan is het weer de zondag weer voorbij. Lekker relaxed geweest. Historyland geweest. Samen met Arie van den Band. Even op zijn... hoe heet zo'n ding? Zo'n... God, dan ben ik toch dat... die naam van dat karretje kwijt, zeg. Hey. Oh ja, een golfkarretje. Ja, was echt leuk. En... gelukkig is... Arie is tevreden over de Historyland. En er gaat nog heel veel mooie dingen... gaan er komen. Zo. Even een beetje groen erop hoor. Dat is beter dan die kale garages. Nou, volgens mij weet ik niet meer te fantaseren. Dus, wat ga ik doen? Ik ga mijn cameraatje omdraaien. En ik zeg, hey, bedankt weer voor het kijken. Het was weer onwijs leuk met jullie. En vooral blijven kijken. En ik zeg het elke keer weer. De ene keer spannend, de andere keer weer wat minder spannend. Maar vandaag was het ook wel weer voor mij in ieder geval een leuke dag. Met best wel veel leuke dingen. Hey, een hele prettige avond verder. En voor straks welterusten. En je weet het. God loves you all. En Raymond, Patricia, Dennis en Esme. En Gio natuurlijk. Leuk dat jullie even langskwamen. Het was dan wel weliswaar om even te pissen.